Ik was ermee aan het werk, maar ik vind hem eigenlijk super fijn. Want licht, wisselbare zakken, dat is natuurlijk niet ideaal. Want normaal heb je, of normaal heb je liever eigenlijk gewoon een bak die je gewoon leeg kan gooien in de container. En hij zuigt ook water op. Nou ja, water. Water, handig. En ja, echt, ik ben hier het kunstgrasveld aan het stofzuigen. Ik wou zeggen maaien. Aan het stofzuigen. Maar een mooi, echt licht ding. Dat is natuurlijk erg fijn. Een nadeel, ik vind de kabel niet super lang, dus het is illegaal verlengd. Maar het is wel de manier voor nu en ja, makkelijk dus te legen, los van de zakken. Alles is los te maken, zodat je alles goed leeg kan blazen. Natuurlijk, want altijd blijft er wel iets zitten. Maar het is gewoon een grote opening, dus hij zit niet direct vol met kleine dingetjes. En de stang redelijk simpel, maar hij is ook niet zo heel duur. Maar wel, ja, gewoon heel laag gewicht. En dat vind ik het grote voordeel. Het hele lage gewicht. Wieltjes onderaan 3, 4, sorry. En, dus dit is de goedkope WD2. 15'tjes. Je hebt er veel meer modellen en die zie je in het bericht. Mocht je het zien op YouTube, zal ik de link onder de video zetten. Met de complete test van de bouwstofzuigers.